Ik denk dat dit een van die verborgen schatten is in de rijke collecties van het Rijksmuseum. Het familieportret, gemaakt door Juriaan Jacobson in 1660, 1662. Dat eigenlijk heel mooi laat zien hoe de Ruiter en zijn familie zichzelf wilden tonen in die tijd. Het is voor ons echt een heel spannend schilderij, omdat het ongelooflijk veel vertelt ook over de ontstaansgeschiedenis, dus de fases waarin gewerkt is, aanpassingen die gedaan zijn, over schilderingen, stukken die er afgehaald zijn. En nu, dus dankzij de samenwerking met de Stichting De Ruiter, zijn we in staat om het schilderij echt heel grondig te restaureren en weer terug te geven aan de toekomst. De bedoeling is dat dit schilderij na restauratie naar het Amsterdam Museum gaat. Maar daarvoor ligt de ambitie om het stuk, ook vanwege zijn historische relaties, naar Boedapest te brengen. Naar Hongarije, waar de Ruiter ook echt een historische figuur is.